Je kent het wel. Je hebt mega veel zin in chips, maar de supermarkt is al dicht. Wat doe je dan? Dan maak je gewoon zelf je eigen chips. Stap 1. Hele dunne plakjes snijden, zo dun als chips. Ik heb er nou al zin in chips, en jij? Nou, ik ben vooral benieuwd of het lukt. Want bij mij worden zoveel van die halve chips. Nou, is ook lekker. We hebben genoeg voor het hele weekend. Stap 2. Besprenkel de plaat van je magnetron met een beetje olijfolie. Iedereen heeft een magnetron. Iedereen heeft altijd wel een aardappel. 1 en 1 is 2. Chips uit de magnetron. Dan de plakjes verspreid op de plaat leggen. Wat moet er dan nog op? Beetje zout. Lint-stijl. Zo gewoon, hoppakeetjes. Perfect. Nu gaat hij 3 minuten in de magnetron. 1000 watt. Wat? 3 minuten. Start! Dan draaien we ze om. En dan nog 2 minuutjes in de magnetron. Okay. 3, 2, 1. Gelukkig aardappel. We gaan het even testen. Het ruikt wel echt naar chips. Tijd voor de test. En? Nou, best wel lekker. Lifehack. Prima chips hoor. Maar ze moeten wel dunner. Deze zou nog wel chipsachtig kunnen zijn. Dit is dus iets te dik. Ze moeten echt op hun aller dunst. En dan nog net iets langer in de magnetron. Ik hoor een crunchy. De gezonde snack voor tussendoor. Dus als je geen zin hebt om naar de supermarkt te gaan, regel het gewoon zo. Zo gaan wij wel een lekker weekendje tegemoet.